Dag beste leerlingen, welkom terug. Deze week gaan we verder met logaritme en gaan we kijken naar de rekenregels. We passen die rekenregels toe op Griekse logaritme of logaritme met grondtal 10. De eerste rekenregel die we zien is die van logaritme van een product. De rekenregel zegt dat als je de logaritme moet nemen van of berekenen van een product, dat je dat gelijk mag stellen aan de som van de logaritme van de factoren. Dus log van r maal s is hetzelfde als de log van r plus de log van s. Pas op, je mag die formule niet zomaar omdraaien of veranderen, want bijvoorbeeld de log van r plus s is niet hetzelfde als de log van r plus de log van s. Dit is dus niet gelijk aan elkaar. En de log van r plus s is ook niet gelijk aan de log van r maal de log van s. Dat bedoel ik dus met, je mag die formule niet omdraaien. Hè. Het is de log van het product is gelijk aan de som van de logaritme. Een voorbeeldje om deze formule aan te tonen. Als we de log berekenen van 10 tot de tweede maal 10 tot de derde, wel dan passen we eerst de volgorde van bewerkingen toe en gaan we dus binnen de haakjes uitwerken. 10 tot de tweede maal 10 tot de derde. Machten met eenzelfde grondtal, dan mag je de exponenten optellen. Dus dan krijg je de log van 10 tot de vijfde. En de log van 10 tot de vijfde, ja, die kan je berekenen, want dat hebben we vorige week geleerd. Dan mag je, dus als hier een 10 staat bij, achter uw logaritme, dan mag je de exponent aflezen. Dus hier, hè, als er 10 staat tot de vijfde macht, dan mag je de exponent aflezen. Als we dan de log van 10 tot de tweede plus de log van 10 tot de derde berekenen, dan kunnen we hier twee keer die regel van vorige week toepassen. Hè. Er staat log van een macht van 10 en hier ook log van een macht van 10. Dan mag ik dus de exponenten aflezen. En dan krijg ik 2 plus 3 is 5. Ja. Als we dan de log willen berekenen van 10 tot de tweede plus 10 tot de derde, opnieuw volgorde van de bewerkingen, eerste haakjes uitwerken. Wel, 10 tot de tweede is 100 en 10 tot de derde is 1000. 100 plus 1000 is 1100. De log van 1100, ja, 1100 is geen macht van 10, of geen macht met een natuurlijke of gehele of rationale exponent. Dus hiervoor hebben we het rekentoestel nodig en als we dit gaan invoeren in het rekentoestel, we berekenen een log van 1100, dan komen we op een kommagetal, ik heb het afgerond op 4 cijfers na de komma, 3,0414. Dus dan zie je dat dit toch een ander resultaat geeft dan deze twee. Dus alleen de logaritme van het product is gelijk aan de som van de logaritme van de factoren. De volgende rekenregel is de rekenregel om het logaritme van een quotient te berekenen. Quotient of een deling. Logaritme van r gedeeld door s, dus r gedeeld door s is een quotient. Logaritme van dit quotient, ik kan dit ook schrijven als een breuk, het logaritme van r gedeeld door s, is gelijk aan de log van r min de log van s, waarbij dus de teller eerst komt en dan min de log van de noemer. Ook hier, let op, je mag die formule niet zomaar omdraaien of veranderen, want de log van r min s is niet hetzelfde als de log van r min de log van s. Je kan hier eenvoudige voorbeeldjes bedenken om dit aan te tonen. En de log van r min s is ook niet gelijk aan de log van r gedeeld door de log van s. Het is dus, hier moet tussen de haakjes moet uw deelteken staan, of uw breukstreep, en dan heb je een gelijkstelling aan verschil van logaritme. Een voorbeeldje om het aan te tonen. De log van 10 tot de vijfde gedeeld door 10 tot de derde. Net zoals daar straks gaan we eerst binnen de haakjes de bewerking uitwerken of vereenvoudigen. 10 tot de vijfde gedeeld door 10 tot de derde mag ik schrijven als 10 tot de macht 5 min 3. Ja, dus dan houden we over de log van 10 tot de tweede en dan mogen we de exponent aflezen, dus de log van 10 tot de vijfde gedeeld door 10 tot de derde is gelijk aan 2. Als we de log van 10 tot de vijfde min de log van 10 tot de derde berekenen, wel, dan kunnen we hier 5 aflezen, want de log van 10 tot de vijfde is 5. En hier kunnen we de log van 10 tot de derde aflezen, dat is 3. En 5 min 3 is ook 2. Dus deze twee zijn aan elkaar gelijk. Als we dan de log van 10 tot de vijfde min 10 tot de derde gaan berekenen,
Ja. We schrijven het uit, hè. De log van 10 tot de vijfde, dat is de log van 100.000, min 1000. Dat is dan eigenlijk de log van 99.000 die we zoeken. Ook deze kan je niet schrijven met, macht. Hè. Dus je hebt het rekentoestel nodig om die te berekenen. En als we dit invoeren in het rekentoestel, dan vinden we een logaritme dat gelijk is aan 4,9956. En zo verder, maar het is afgerond. Dus je ziet dat dit duidelijk niet hetzelfde is als de twee vorige. Let dus op met die rekenregels. Zorg dat je de rekenregels correct studeert en kan toepassen. De derde en laatste rekenregel is die van logaritme van een macht. Als we het logaritme van een macht willen berekenen, dus van r tot de macht s, dan kunnen we dit gelijkstellen aan de exponent maal logaritme van het grondtal van die macht. Dus de log van r tot de macht s is, ik zet de exponent van voor, s maal de log van r. We geven een paar voorbeeldjes. Dus log van 10 tot de zevende maal 10 tot de vijfde. Ja, hier passen we eigenlijk eerst een rekenregel toe. 10 tot de zevende maal 10 tot de vijfde is 10 tot de 7 plus vijfde, dus 10 tot de twaalfde. Ja. De log van 10 tot de 12e, die hebben we daar straks al gezien, dat is 12. De log van 10 tot de 12e, hier staat het nog eens, is dus 12. En als we dit berekenen, 12 maal de log van 10, dan komen we op 12 maal de log van 10 tot de eerste macht. En de log van 10 is 1, dus 12 maal 1 is 12. We zien dus dat de log van 10 tot de 12e macht gelijk is aan 12 maal de log van 10. Dus ik zet de exponent van voor en ik bereken de log van 10 en ik krijg ook 12. Een tweede voorbeeldje. 0,1 maal de log van 10 tot de vijfde. De log van 10 tot de vijfde kan je berekenen, dat is 5. 0,1 maal 5 is 0,5. De log van 10 tot de macht 0,5. Ja, hier staat al een macht van 10, dus ik mag de exponent aflezen, dus dit is 0,5. En dan de derde voorbeeldje in deze reeks, 0,5 maal de log van 10. We hebben daar straks ook gezien, de log van 10 is 1 en 0,5 maal 1 is 0,5. Je ziet opnieuw, dus als je 0,5 je exponent vooraan zet en je vermenigvuldigt met de log van 10, dat je op hetzelfde resultaat komt. Pas op, hier toch een opmerking. Want de log van 10 tot de 12e is niet hetzelfde als de log van 10 tot de 12e macht. Ja, de log van 10 tot de 12e, ja, hier staat dus log van 10 tot de macht, dus ik mag mijn exponent aflezen. Dat zal 12 zijn, maar de log van 10 tot de 12e macht is eigenlijk 1, hè, want de log van 10 is 1, 1 tot de 12e macht. En 1 tot de 12e macht, dat is 1 maal 1 maal 1 en zo verder, dat blijft 1. Dus die twee zijn niet gelijk aan elkaar. Let daarvoor op. Studeer nu eerst de rekenregels die we net gezien hebben. Dus die drie rekenregels voor product, quotient en macht. En beantwoord dan volgende vragen. Zet de presentatie eventjes op stop en probeer eens te analyseren of dat deze uitspraken waar zijn of niet waar zijn. Dan volgen nu de antwoorden. Is de eerste uitspraak waar of niet waar? Wel, als je de rekenregels goed bestudeerd hebt, dan weet je dat deze formule fout is. Niet waar dus, want hier moet een maalteken staan. De log van x maal y is hetzelfde als de log van x plus de log van y. De tweede is iets moeilijker, want hier moet je ook weer machten met een rationale exponent kunnen noteren. Deze uitspraak is waar, want de log van vierkantswortel x, ja, kan ik ook noteren als de log van x tot de macht 1 tweede. Denk eraan, de wortel. Hier staat een tweede machtswortel van x tot de eerste, dus die kan ik noteren als x tot de macht 1 tweede. We hebben gezien met rekenregels van machten dat ik de exponent vooraan mag zetten. Dus die 1 tweede mag ik vooraan zetten. Krijg ik 1 tweede maal de log van x.
En dit mag ik ook noteren als de log van x gedeeld door 2. Dus 1 tweede is de helft van de log van x, of de log van x gedeeld door 2. Dus deze bewering klopt. De derde formule hier, die is ook waar. Ja. Ook weer hier wordt de rekenregel van de macht toegepast. Ik laat zien. X maal de log van 10 tot de macht x kan ik ook noteren als de log van 10 tot de macht x. En ik breng deze, wat hiervoor staat, naar de exponent. Dat is de omgekeerde rekenregel van machten. Dus de log van 10 tot de macht x tot de macht x. Ja. Hierop kan ik rekenregels van machten toepassen. De log van 10 tot de macht x tot de macht x exponenten vermenigvuldigen. En x maal x is x tot de tweede macht. Dus ik krijg de log van 10 tot de macht x tot de tweede. En als hier een log van 10 tot de macht staat, dan mag ik die exponent aflezen en krijg ik mijn resultaat. Dus inderdaad, x maal log van 10 tot de macht x is x kwadraat. En dan de laatste laatste formule die hier staat, die is niet correct, want de log van x gedeeld door de log van y is niet hetzelfde als de log van x gedeeld door y. Daar zit dus het probleem. Log van x gedeeld door y is wel gelijk aan de log van x min de log van y. Maar deze notatie, is wat hier staat, hè, is niet hetzelfde als deze notatie. Dus let daarvoor op. We zullen nu nog enkele voorbeeldoefeningen bekijken voordat jullie zelf aan de slag kunnen. Een eerste voorbeeldje, de log van de derde machtswortel van 10 tot de tweede gedeeld door 3, min de log van 1 derde. Wat gaan we doen? We zien dat hier een verschil staat van logaritme. En wat hebben we gezien? Ja, verschil van logaritme is hetzelfde als logaritme van een quotient. Dus dit is de tweede formule die we gezien hebben, maar in de omgekeerde richting. We kunnen dus dit noteren als één logaritme, dus zijn twee logaritmes, we noteren het als één logaritme, een minteken betekent dus van een quotient, van eerste gedeeld door tweede getal. We hebben een breuk, delen door een breuk, dit kunnen we ook schrijven als een breuk maal omgekeerde breuk. Ja. Dan gaan we deze drietjes kunnen schrappen, want maal 3 en delen door 3, die kunnen we schrappen en dan houden we over de log van de derde machtswortel van 10 tot de tweede. Eens we hier zitten, moeten we eigenlijk nog doen wat we vorige week deden. Dit noteren als een macht van 10. Dan krijgen we rationale exponent met 2 in de teller en 3 in de noemer, of 10 tot de 2 derde. En als hier een macht van 10 staat, dan kunnen we bij berekening van logaritme de exponent aflezen. Dus we krijgen 2 derde als resultaat. Je kan dit ook nog eens invoeren in je rekentoestel. Hè. Dus je voert deze bewerking in met je rekentoestel en je zal zien dat je op 2 derde uitkomt. Oké, een tweede voorbeeldje. De log van 2 min 2 maal de log van 40 plus 3 maal de log van 2. Hier staat een min. Hier staat een plus. We hebben 3 verschillende logaritmes. Hier staan ook getalletjes voor. Dus je moet een beetje met de formules daarnaast gaan zien wat je kan doen. Het meest eenvoudig is eigenlijk dat je eerst deze getalletjes die voor het logaritme staan in de exponent gaat zetten. En dan krijg je de log van 2 min de log van 40 tot de tweede, plus de log van 2 tot de derde. Ja. Dan heb je hier een verschil en daar een som. Dus je zou kunnen zeggen, oké, ik mag dat in één keer doen. Hè. Als er een min voor staat, dan moet dat zeggen dat dit een deling is. Als er een plus staat, is het maal. Dus je mag dit schrijven als de log van dit gedeeld door 40 tot de tweede. En dus 2 gedeeld door 40 tot de tweede. Een plus betekent maal, maal 2 tot de derde. Ja, je mag het ook opsplitsen in tussenstapjes, maar je mag het ook in één keer doen. Dus de log van 2 min de log van 40 tot de tweede plus de log van 2 tot de derde mag ik schrijven als één logaritme, waarbij de logaritme met de positieve logaritme eigenlijk in de teller komen. En dus dit is positief, komt in de teller, dit is positief, komt in de teller. Hier staat een min voor, dus dit komt in de noemer. Ja, en dan kunnen we verder gaan uitwerken. 2 maal 2 tot de derde ja, is 2 tot de vierde. En 40 tot de tweede is 1600.
2 tot de vierde is 16. De log van 16 over 1600. Ik kan vereenvoudigen. Dan krijg ik de log van 1 op 100. 1 op 100 kan ik schrijven als 10 tot de min 2. Dus de log van 10 tot de min 2. Eens hier een 10 staat met een macht, mag ik de exponent aflezen. En dan komen we op min 2. Hier zijn nog een paar extra oefeningen. Dus de bedoeling is dat je deze oefeningen overschrijft op een cursusblad en ook nog maakt. Dus deze 4 oefeningetjes. En dat je vervolgens opgave 7 en 8 in je cursus maakt. Dat je deze upload in de uploadzone in de map van week 5. Dat was het. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.